deze video hebben wij het over Nieuwe Laaf in de Efteling. Een hele goede avond, lieve mensen. En leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video op Theme Park Late Night, de pretpark talkshow op YouTube. Vergeet niet om een duimpje omhoog te doen en te abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. Want dat zouden wij nog steeds heel leuk vinden. Zeker! Ja, en ik heb jou beloofd dat ik niet meer zou zeggen dat het een bijzondere video zou worden. En dat doe je het toch? Eigenlijk wel, want er is een nieuwe laaf in de Efteling. Ongelooflijk, hè? Ja, en ik weet dat het niet mag, maar ik vind dat bijzonder. Weet je wat het is? Als je elke video bijzonder noemt, dan op een gegeven moment is er geen enkele video meer bijzonder. Ja, dan verliest het woord een beetje zijn kracht. Ja. Maar jij vindt het niet bijzonder dat er een nieuwe laaf in de Efteling is? Ik vind het waanzinnig. Zal ik dat voortaan zeggen? Weer een waanzinnige video. Nou, het bekt niet zo lekker, merk ik. Maar in deze video gaan wij het dus hebben over een nieuwe laaf in de Efteling. En die zit in het Lurk en Limoenhuis. Dat is weer geopend. Maar eigenlijk is dat huisje al heel erg oud. Ja, het Lurk en Limoenhuis staat er al vanaf de opening van het Lavelaar in 1990. En ik kon het natuurlijk weer niet laten. Ik heb die flippers weer aangetrokken. En ik heb in dit zomerse weer een lekker duikje genomen in het Eftepedia zwembad. Het is er ook wel weer voor. Is het ook buitenbad? Hebben ze ook buiten of is het alleen binnen? Binnen, buiten, baantjes, hebben daar alles. Glijbanen? Een soort Rulantica XL is het. Sick. Ja, en ik ben dus even letterlijk in de geschiedenis van het Lurk en Limoenhuis gedoken. Want nogmaals, dit huisje staat er dus al sinds het begin dat het Lavelaar geopend werd. En toen was het een echt horecapuntje. Ja, een soort bar. Een lavenbar. En ik moet heel eerlijk zeggen, dat zag er best gezellig uit. Ik vind het ook superleuk eruit zien. Ik vind het stiekem jammer dat het ooit weg is gegaan. Het was echt een beetje de laafse versie van een bruin café. Zo leuk. En het grappige is, ik heb dus hier even een lijstje opgezocht wat je daar nou kon kopen. Oh, wat het assortiment was van de lavenbar in het Lurk in Limoenhuis. Je kon daar bestellen een labber. Dat was een cocktail van safari met sinaasappelsap. Oh! Zo'n echte oldschool cocktail van toen je 16 was, weet je wel. Wat verschrikkelijk! Verder hadden ze een soort limoenfrisdrank. Vroeger was dat gemberbier en later Fanta Lemon. Fanta Lemon? Ik dacht eerder Sprite. Maar nee, Fanta Lemon. Hier gaat het zwemmen. In Fanta Lemon. En ja, in het Eftepedia zwembad. Verder kon je daar een leut bestellen. Dat was dan gewoon een kopje koffie. Koffieleut. Verder hadden ze ook een snackie daar. Een signature snack eigenlijk. En dat was de lariekoek. En dat was eigenlijk een soort peervormige spijskoek. Nu heb je de hartekoek. Die is ook met spijs, toch? Dat is de nieuwe lariekoek. Ja, en die koek lijkt me inderdaad niet zo heel lekker. Nee. Mij ook maar niet. Ik vind het wel heel cool dat de Efteling zo'n echte signature snack heeft gehad. En ook bij zo'n klein barretje bij die laaf. Ik vind het zo jammer dat het er niet meer is. Ja, en dan was er dus nog één bestselling product eigenlijk daar. En dat was de Laafse Lurk. En dat was eigenlijk gewoon een lavenbiertje. Dat zat ook in een soort van druppelvormig glas. Je kon dat ook niet neerzetten. En daarom staan daar buiten dus van die tafels met gaten erin. Want daar kon je dus dan die bierglaasjes in kwijt. Zo leuk. Gezellig, man. Ja, en nogmaals, van de foto's die ik ervan gezien heb. Het zag er zo gezellig uit. Ik kan me echt voorstellen dat je daar gezellig hebt gezeten toen die tijd. En leuk. Leuke zomeravond. Maar helaas, het Lavelaar, daar is het meestal hartstikke rustig. En dus ook bij dit horecapuntje leeft bezoek een beetje uit. Met als resultaat dat in 2003, omdat er dus veel te weinig bezoekers daar waren, moest het Lurk en Limoenhuis de deuren sluiten. Het klinkt heel dramatisch nu. Het is ook dramatisch. En vanaf toen bleef het eigenlijk gewoon dicht. En dan nu, 21 jaar later. Eigenlijk een paar maanden geleden begon het een beetje te rommelen daar. Er kwamen geruchtjes en dingen langs. Op een gegeven moment ging dat gebouwtje ook een beetje in de stijgers. 21 jaar later is het zover. Er woont een nieuwe laaf in de Efteling. Oeh, dat ging even harder dan verwacht. Echt een kletser. Maar ja, een nieuwe laaf dus in de Efteling. Dat wij dit nog mogen meemaken. Ongelooflijk. Ik had het in mijn wildste dromen niet durven denken. Ja, en we hebben samen natuurlijk een kijkje genomen. Het was ook druk trouwens. Ik heb nog nooit zoveel mensen in het Lavelaar gezien. Terwijl de Efteling eigenlijk niet eens zo heel veel aandacht eraan besteed heeft, was het hele Lavelaar vol met mensen eigenlijk. Ja, bizar. Maar echt vol met Efteling gekkies wel. En in dat huisje zit dus Laafluur. En er is in principe qua vibe niet heel veel veranderd daarbinnen. Want Laafluur is eigenlijk ook weer limoenen aan het persen. Maar ik vind het grappig, want heel lang geleden kon je daar dus een soort van limoendrankje bestellen. Dat was Fanta Lemon. Maar misschien was het wel zo duur geworden nu dat ze het maar in huis zijn gaan produceren. Oh, jij hebt er al echt een hele storyline bij bedacht. Ja, zij dachten, klaar met die Fanta. Die laaf, die dacht, dat kan ik zelf, joh. Die is het hele recept uitgevogeld en die is lekker limoentjes aan het persen, hoor. Luur vond het te duur. Ja, want Luur zit eigenlijk voor een soort van persmachine. En van boven komen er allemaal limoenen. In een soort van spiraaltje naar beneden gerold. En eigenlijk is het een soort van goocheltruc, grapjeachtig systeem. Dus hij doet die pers naar beneden en de hele tijd verschijnt er random op plekken 1, 2, 3 limoenen. Het lijkt op zo'n spel met van die balletjes en van die bekertjes. Dat je moet kijken, oh, waar is die? Alleen nu is het gewoon een dikke gok, want je kan niet zien waar die heen gaat. Ja, en ik moet zeggen, ik vind dat echt leuk bedacht. Ik vind het dus ook heel leuk, want normaal zijn die lavenhuisjes heel passief of zo. Dat gebeurt altijd een beetje, iedereen maakt gewoon een beetje zo'n beweging. En nu verandert er dus wel elke keer iets. Ja, en we hebben daar een tijdje staan kijken. Een half uurtje, denk ik. Half uur bij Luur. Wat een lekkere naam, zeg! Ja, en ik dacht, misschien is het leuk dat we een paar dingetjes die we daar gezien hebben of ontdekt, kleine details, even benoemen. Dat lijkt mij een fantastisch idee. Allereerst zag ik eigenlijk online al heel veel verschijnen over dat er heel veel
veel verwijzingen zijn naar Lals Brouwhuis. Dat is natuurlijk ook logisch, want daar maken ze dan die Laafse Lurk, toch? Ja, en daaraan zie je dus dat er heel goed na is gedacht over een soort link tussen die twee huizen. Want in het brouwhuis hangt een soort van recept en daaronder staat een soort van zin van lieve bezoeker, doe geen moeite om dit te ontcijferen, want dit is onzin, bla bla bla. Echt heel moeilijk geschreven ook. En precies zo'n postertje hangt ook weer bij Luur. Ja, en nogmaals, het symboliseert wel echt dat ze er heel goed over hebben nagedacht. En het is echt een soort eerbetoon aan het Lavelaar weer. Ze hebben niet zomaar weer iets ontworpen en het daar neergegooid. Nee, het is echt helemaal doordacht. En er zijn heel veel leuke kleine dingen te spotten. Zo had ik trouwens iets ontdekt en we kwamen er dus net pas achter wat het was. Want bij Luur, bij zijn tafeltje, daar hangen een soort van briefjes aan waar die turf. Misschien de verkoop wel van vroeger over zijn bar heen. Ja, of het zijn misschien bestellingen. Ja, maar het zijn wel veel dingen. Want daar hing een briefje met en dan eerst zag je een plaatje van de limoen. En daaronder zag ik iets staan en ik dacht dat er avocado was. Ik zei, waarom staat er nou avocado op, joh? Ja, en toen kwam ik dus net uit het Eftepedia zwembad met een foto van die lariekoek. En toen zei ik, oh, het is geen avocado, het is een lariekoek. Ja, dus eigenlijk hebben we per ongeluk een soort verwijzing naar die lariekoek gespot. Naar die snack. Wat ik ook heel leuk vond, was dat Luur een soort van ketting aan zijn jas heeft hangen met allemaal schelpjes. Ja, schattig. Ja, we hebben daarna ook nog verder een wandeling door het Lavelaar gemaakt. En toen zagen we eigenlijk dat meerdere laafjes ook een soort van schelpenketting, of ze hebben allemaal een soort van zelfgeknutselde ketting op hangertjes. Ja, sieraden gewoon. Ze hielden van die glam, die decoratie. Grappig dat dan in zo'n nieuw huisje waar je dan zoiets beter naar kijkt, dat dan zo'n detail opvalt en dat dat eigenlijk door het hele Lavelaar al is. Ja, dat je dat dan nu pas ontdekt. Zo zie je, na al die jaren is het nog steeds interessant. En kan je nog steeds nieuwe dingen ontdekken in de Efteling. En toen zag ik dus nog iets bij Luur. Er staat namelijk in dat huisje ook een klein limoenboompje. Wat ik wel knap vind dat hij overleeft daar, want het is hartstikke donker. Dat ding krijgt totaal niet genoeg zonlicht. Maar goed, er staat een limoenboom. Maar er zitten niet alleen limoenen aan, maar ook appeltjes. En ik vraag me af, waar slaat dat op? Is het een soort van verborgen verwijzing naar iets? Waarom zou je ook nog appeltjes aan die limoenboom hangen? Ja, dus zit jij heel diep in het verhaal van de laven en denk jij te weten, nou daarom hangt daar ook een appeltje? Let me know, het houdt me 's nachts wakker hoor. Kijk, hoe zit het nou met die appels? Ja, en dan wil ik eigenlijk nog één heel belangrijk ding zeggen. Ik wil de Efteling namelijk een enorm compliment geven. Wij zijn blij, hè? Want met deze investering verkoop je echt geen kaartje extra. Dit is echt puur voor Efteling fans en liefhebbers. Dus dit is eigenlijk echt iets wat ze niet hadden hoeven doen. Nee, en het houdt gewoon het Lavelaar alive en al die geschiedenis erachter. Wat ook niet het populairste gebied is hoor in de Efteling. Het laat echt zien dat ze nog steeds liefde hebben voor het Lavelaar en dat het niet een soort vergeten hoekje is. Ja, en als fan, ik ben daar heel blij mee. Ja. Dat wil ik eigenlijk gewoon even zeggen. Dit is gewoon een nieuwe laaf. Nu nog een signature snack. Maar dan zonder spijs. Ja. Laat in de reacties weten of jij al bij Luur bent langs geweest. En of je daar nog een leuk detail hebt gespot. Bedankt voor het kijken en nog een hele fijne avond. Slaap lekker en tot de volgende keer. Doei!